Telesur heeft vol trots het uitrollen van het 4G LTE-netwerk voor mobiel aangekondigd. Directeur Mike Antonius heeft een update gegeven over de werkzaamheden. Alle resources worden ingezet om onze klanten zo spoedig mogelijk deze snellere optie aan te bieden. Telesur is met deze service gestart in Paramaribo Noord en Centrum. Paramaribo Zuid was het volgende gebied welke opgeleverd moest worden. Volgens Antonius is niet alleen Paramaribo Zuid opgeleverd, maar ook in Wanica is de 4G LTE-service voor mobiel reeds beschikbaar. We zien dat veel klanten hun ervaringen en screenshots met de hoge snelheden delen via social media. We werken eraan om ook de overige gebieden zo snel mogelijk aan te sluiten. Ook Nikeri zal binnenkort op het sneller mobiel systeem gekoppeld worden. Antonius geeft aan dat met elke stap de realisatie van de e-Suriname-visie dichterbij komt. Telesur gelooft in de potentie van Suriname en de impact die elke burger kan maken in de nieuwe digitale wereld.